Diep in je geweten is er vrijheid, net als in Nederland. Dat is niet altijd zo geweest. In 1940 kwam de Tweede Wereldoorlog met angst en honger. De Airborne is een herdenking van de oorlog op de hei en de Tweede Wereldoorlog. Nu is er vrede in Nederland. Je kan naar school en buiten spelen. In de oorlog ging je niet naar school en kon je ook niet buiten spelen. Als je een onderduiker had, was je bang. En je was nog banger als je Joods was en er werd op de deur gebonst. Jaarlijks adopteert een Edese basisschool het Airborne monument op de Ginkelse Heide. Deze symbolische adoptie moet ervoor zorgen dat het verhaal van wat er in 1944 heeft plaatsgevonden op de hei niet wordt vergeten en dat kinderen beseffen wat vrijheid is. Op donderdag 14 september vond de overdracht van het Airborne monument plaats. Leerlingen van groep 7 van basisschool De Vuursteen adopteerden het monument voor een jaar. Jullie gaan het monument overdragen, het monument is daar. Ik wil de Vlinderboom natuurlijk van harte bedanken voor alle goede zorg en De Vuursteen die gaat dat nog doen. Maar ik vertel ook nog eventjes dat er straks parachutisten gaan komen. De overdracht van het Airborne monument op de Ginkelse Heide van de ene school, de Vlinderboom, naar de andere school, de Vuursteen. En de kinderen hebben dat zelf gedaan. Belangrijk dat dit gebeurt. Het herdenken blijft belangrijk en vanmorgen toch wel echt bijzonder in de zin van dat je het verhaal vertelt natuurlijk in 1944, wat er gebeurd is op de Ginkelse Heide. En dat de kinderen op dat moment ook zagen dat de parachutisten sprongen. Dus dan kun je het heden of het verleden meteen met het heden verbinden. Jongens, hoe vonden jullie het vandaag? Ik vond het wel leuk. Vooral de parachutisten die sprongen. Ja. Ja, ik vond het wel heel mooi. Had je het al eens een keer eerder gezien? Ja, ik had het vorig jaar en het jaar daarvoor was ik ook al naar de Airborne geweest. En dan ga je samen met je ouders? Ja, ga ik samen met mijn ouders, mijn broertje en mijn zusje gaan we dan naar alle parachutisten kijken. Het is nu extra speciaal omdat je er zelf bij kan zijn. Ja, ik ga een boeket leggen, een bloem leggen. En de herdenking, doet dat wat met jullie? Nou, niet heel erg. Ja. Wat doet het dan met je? Vertel mij eens. Ik krijg een beetje meer te weten over de mensen die voor nu hebben hun leven hebben geofferd voor ons. Hebben jullie het al veel gehad op school over wat er gebeurd is? Ja, we zijn al naar de film geweest. We hebben al uitleg gekregen daar. The Crossing. The Crossing, ja. Yeah. En daar zo kregen we ook allemaal uitleg over dat soort dingen van de Airborne en zo. Ja, en het was leuk om hierover te mogen leren. Maar ook best spannend. Ja, want andere mensen hebben dat dus meegemaakt en dat vinden wij, wij hebben daar veel respect voor. Ja. Ja, het leek me wat drukker met activiteiten rondom dit moment dan andere jaren. Ja, dat klopt. We hebben eigenlijk steeds meer klassendagen organiseren we. Niet alleen vandaag, maar ook gisteren en morgen ook nog. Om toch het verhaal te vertellen. De kinderen kunnen ook praten met veteranen. Van nu, die bijvoorbeeld in Afghanistan zijn geweest. Er was hier ook een school uit Harskamp die dat hoorde. Ze kunnen rondkijken, ze zien de voertuigen van luchtmobiele brigade. Om toch ook levend te houden wat hier in 1944 gebeurd is. Is Defensie op een of andere manier hier ook bij betrokken? Want ik zie legervoertuigen, grof geschut. Is het een werving onder de jeugd? Nou, het is en het is natuurlijk de oefening, de NAVO-oefening Falcon Leap. Je ziet hier de mensen van de luchtmobiele brigade die ook de parachutisten opvangen. Je ziet inderdaad een groot aantal voertuigen. En ondertussen laten ze ook de kinderen kennis maken met wat Defensie doet. Dus wie weet zit er nu misschien wel een 10, 11-jarige bij die zegt dat ga ik later ook doen. Is dat iets voor jullie om later militair te worden? Mij lijkt het wel leuk, maar het lijkt me leuk en spannend. Heel erg spannend. Ik zou dan bijvoorbeeld bij de Airborne, nu op de 16e is, daar zou ik wel willen parachutespringen later. En misschien ook wel andere dingen in de Marische Zee of zo. Ja, maar zou je ook daarvoor de oorlog in willen? Nee, ik niet. Ik ook niet. Nee. Nee. Iemand moet het doen. Ja, dat is waar. Wij niet. Wij niet, nee. Nee. Dat laten we andere mensen doen. Is het iets voor jullie om later bij Defensie te gaan? Ja, wel om parachute te springen. Mij lijkt het echt superleuk. Ja, mij ook. Mij ook. Zou je ook zelf dan bijvoorbeeld naar de oorlog gaan? Ja. Nee, dat niet. Jawel. Ja. Jawel. Zou jij zelf ook zo'n offer brengen om naar een ander land te gaan en daar te vechten voor hun vrijheid? Soms, maar het lijkt me op zich wel
leuk, maar het is natuurlijk ook wel weer gevaarlijk. Dus je moet ook wel weer opletten. Dus je moet niet te veel risico nemen. Is het nu een eervolle taak om dit monument onder jullie hoede te hebben eigenlijk een jaar? Ja, het is natuurlijk wel... Je moet er wel veel over hebben natuurlijk. Iedere keer weer. En niet alleen de grote herdenking op zaterdag. Daar zijn er weer heel veel mensen. Maar ook die klassendagen waarbij de kinderen zien wat er toen gebeurd is. En je verbindt dan het verleden met het heden. Het blijft indrukwekkend.